En welkom bij een nieuwe aflevering van Celestial Level Clash of Clans. En vandaag gaan we bespreken waar de buit zit. Dus ik heb hier een aanval van mijn tweede account. En daarmee gaan we bekijken waar de buit zit. Oké, dus het eerste wat opvalt. In deze minen zitten die bakjes vol. En in deze pompen zitten die tanks vol. En kijk goed naar de kluizen. Daar zit niks in. Dus je verwacht ook niet dat daar veel buit zal zijn. Nou, dan pak ik dus gewoon met een paar troepen. Pak ik die mijnen. Kijk, ook hier zit helemaal vol. Dus de meeste buit zal daarin zitten. En dit doe ik overal. En kijk, ik heb hier 3 goudmijnen vernietigd. 4 misschien. En ik heb al 173.000 goud gestolen. Dus het is goed om te weten waar de buit zit. Zit het in de kluizen, dan zou ik dit leger niet gebruiken. Maar ga je zulke basissen vinden, dan moet je dit leger zeker gebruiken. Want dan kan je die buit super makkelijk pakken. Okay. Nou, nu hebben wij alle mijnen en pompen gesloopt. En we hebben ook bijna alle buit die er is. Je ziet dat er nog wel een beetje buit in de kluizen is. Maar als je echt goed wil aanvallen en zo, dan moet je gewoon dit doen en weten waar de buit zit. Dus ik laat de aanval gaan. Hier, dit is nog een goed iets. Als je alle buit hebt gepakt, of je weet dat je niet meer buit zult krijgen, maar je hebt nog troepen over, gebruik die troepen dan niet. Die kun je gewoon nog gebruiken voor het volgende leger, kun je dan weer aanvallen. Dus, ja, dit was waar zit de buit. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben en ik hoop ook dat jullie de intro leuk vinden. En dan zie ik jullie later.